Het is gewoon echt een heel kunstig ontwerp, dit leeuwenhoekmicroscoopje. Het is natuurlijk gewoon sowieso natuurlijk erfgoed. Dus heb je de woorden kunst, erfgoed, ontwerp al bij elkaar. Kortom, dit is de ideale winnaar. In december is die zoektocht begonnen, hè? Ja, dat programma, Pronkstuk van Nederland, heeft dus in 3 categorieën 10 objecten steeds geselecteerd. En nu zijn we aan de finales toebeland, 3 per categorie. En ja, de leeuwenhoek zit dus in de finale van de categorie ontwerp. Gisteren is dus uitgekomen dat wij dus in die finale zitten. En gisteren en vandaag nog tot aan de uitzending, denk ik, kun je dus stemmen via de website Pronkstuk van Nederland. Ook via de website van Museum Boerhaven, Rijksmuseum Boerhaven trouwens. Op ja, dit geweldige stukje vernuft. Het publiek kiest voor iets ja, wat er echt toe doet. Want dit is wel het startpunt van de microbiologie, zou je kunnen zeggen. Van allerlei onderzoek wat onze levensverwachting ongelooflijk heeft verbeterd. Waardoor wij veel meer te weten zijn gekomen over ja, hoe wij in elkaar steken. Waar we echt baat bij hebben. Wetenschap doet het toe. Het is in principe een heel klein glazen bolletje. Dat vergroot een paar honderd keer. Dat was voor die tijd geweldig veel. Is ook meer dan een eeuw onovertroffen gebleven. Dat bolletje, dat klem je in met aan elkaar geklonken metalen plaatjes. Deze is van zilver, een andere is van messing. En dan prik je dat preparaatje op een punt, op een pen zou je kennen, op een prikstok. En die moet je dan kunnen stellen, dat je dus naar voren, naar achteren en naar boven, naar beneden kan draaien met een stelschroef om hem scherp te kunnen stellen. En dan kijk je er doorheen. En dan zie je dus een 200 keer, 300 keer vergroot beeld. Ja, en dan zie je nieuwe werelden. Dat was natuurlijk het fantastische. Die leeuwenhoek, door die nieuwsgierigheid als amateur, kreeg dus totaal nieuwe werelden in beeld. Dat moest je onthouden en overdragen aan een tekenaar of het zelf tekenen. Dat heeft hij ook gedaan. En die tekeningen die stuurde hij op naar Engeland, naar de Royal Society. Een fantastisch instituut met een wetenschappelijk tijdschrift erbij. Daar zijn ze ook gepubliceerd, die brieven. Dus vandaar, dus op die manier kwam dus zijn kennis ter beschikking van de wetenschappelijke wereld.